Een hele goede morgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Wat gaan we doen vandaag? Zwembad. Waarheen? Zwembad. Ja. Jip. Welkom terug. Door. Het is heel erg vroeg, dus we zijn allemaal nog een beetje in een ochtendhumeur. Ik ben weg. Dus nee, wij zijn dus onderweg naar het zwembad. We moeten even wachten op Luc. Je kan weer zien wie van ons gezin altijd laat is. Wie zat het te laat? Papa. Wie, Lulwolf? Papa. Papa. There you have it. Kids never lie. We gaan ervoor. Nee. Nat haar in de auto. Bye. En twee bij de hand, de kinderen achterin. Bye. Pardon? Bye. Bye. Een hele goede morgen. Het is nu 11 uur en ik ga even lezen. Ik lees er al een tijdje bij Lara's in Amsterdam. Doe ik het op de Johan Huizingalaan. En voor de rest is alles klaar. Ik moet alleen nog mijn gezicht van doen, namelijk tussen mijn wenkbrauwen lees ik het en ik lees er mijn lekkere snor. Oh, dit is ook mooi. Ja. Wie is het? 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 Kijk je Bugs Bunny. Vind je dat leuk? Nee. Ik keek vroeger nooit echt Looney Tunes, maar ze hebben dus nu een heel nieuw concept eraan gegeven. Wel nog steeds met Bugs Bunny en zo. Dus ik wilde eigenlijk kijken wat de kinderen daarvan vonden. Ga je lekker mama's laptop kijken? Oké, Liv. Druk maar op dit knopje. Ja, op de grote. Er was een tijd dat Bugs de grote ster was. Deze geweldige serie mag je niet missen. Nieuwe Looney Tunes. Door de week om 4:45. Alleen bij Boomerang. Oeh. Hoe vond je het? Leuk. En ik denk dat ik het beter kan zeggen hoor, wat Bugs Bunny altijd zegt. Of denk je dat jij het beter kan zeggen? Ja. Oké, als ik het beter kan zeggen, krijgt mama het snoepje. En als jij het beter kan zeggen, krijg jij het snoepje. Oké? Ja. Oké. What's up, dog? What's up, dog? Oh, jij was ook goed. Oké, nog één keer. Kijken wie het beter zegt, ja? Oké, jij mag beginnen. What's up, dog? Oké, ik vind dat jij gewonnen hebt, hoor. High five. Ik zit in de auto met de enige echte Lucas Jansen. Goedemiddag. We zijn onderweg naar Utrecht, want in Utrecht zit mijn uitgever. Die heeft mijn boek Moedige Moeders en Dappere Dochters uitgegeven. Die ik samen met mijn liefdallige moeder geschreven. Nu ben ik onderweg hierheen, want ze hebben me uitgenodigd voor een gesprek voor eventueel een nieuw boek. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden als ik een nieuw boek zou schrijven. En hier is het prachtigste stadion van heel Europa. We zitten dus nu in het stadion. Kijk even daar, FC. Kijk, heb je hem goed in beeld? FC Utrecht, jongens. Oké. Dus wij zijn daar nu onderweg naartoe. Ik ben heel erg benieuwd wat zij gaan zeggen en wat ze gaan voorstellen. En wat voor een idee ze hebben bij het maken voor een nieuw boek. Ik was hier gisteren. Utrecht en Rode JC 2-0. Bakslaag. Heerlijk. Daar zitten we weer in de auto. Nog steeds met deze gozer. Ze echt een nieuwe vrienden moeten zoeken. Wie? Jij? De afspraak bij mijn uitgever ging goed. Dat is handig als je vriendin bij dezelfde uitgever zit. Want ik heb haar boek gestolen. Even kijken of ik het leuk vind om een boek te schrijven. We hebben even een tussentop gemaakt bij een dierenwinkel. Want we hebben voor Milo een kussen
Dus we zijn even gestopt. Om een mand te kopen. Bij de dierenwinkel. Of een mand te kopen, inderdaad. Ja, goed van je. Yeah, yeah. Ging helemaal top. Dus, want Milo zit nu de laatste tijd gewoon altijd uit de bench. En nu dacht ik, chillen. Ja, kan ik net goed een mand neerleggen en die bench weghalen. En dan kunnen we de bench op onze kamer doen. Want die gaat altijd uit zijn bed in de nacht. Dus dan kan hij er niet meer uit. Hallo. Heb je een mooie nieuwe mand? Huh, dat is wel lekker, hè? Een lekker botje. Huh? Dat is lekker, schat. Oh. 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 Oké, jongens. Wij zijn nog even Tikkie aan het spelen. En dan gaan we daarna lekker slapen. Tikkie, jij bent hem. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie graag snel weer. Toch? Zeg maar doei.